Denkt u in de Republiek van de Verenigde Provinciën in 1648 als in een heden? Dus we zijn nu even in 1648. Voel als een polsslag in een levend warm lichaam het bewegen van die tijd in ons dierbaar land. Wat ziet ge? Wat hoort ge? De staat erkent en bevestigt in zijn volle vrijheid en onafhankelijkheid. Ontslagen van de oorlog die nog tot in de laatste jaren telkens weer was opgevlamd. Het is nog niet allemaal dik in orde, zoals Vondel het in zijn leven dagelijks wou zien. De vrede is gesloten tegen de bepalingen van het verbond met Frankrijk, de jonge stadhouder en blablabla. Wilt ge naar de schilders en de dichters? Wel nu, Rembrandt en Frans Hals in hun volle kracht. Vondel met zijn 61 jaar, eerder nog reizende in zijn bekendheid dan in daling, de hemelhoogte en zijn Lucifer nog tegemoet. Waarlijk, er is omtrent die tijd in dit lieve Nederland een volheid van geestelijke en stoffelijke bloei geweest. Als zelden in de geschiedenis ineens tijdsbestek binnen enge grenzen heeft opgerold.